moeten geven. De proeftuin in Noordbroek is een experiment gestart met een high-tech snufje dat de vochtigheid van de grond in de gaten moet houden. De sproeiinstallatie staat aan, want het nieuwe draadloze systeem in de proeftuin heeft aangegeven dat de boompjes water nodig hebben. Sensoren meten hoeveel vocht er nog in de grond zit. Die gegevens worden vervolgens via de zendpaal in het land en een centrale computer naar de tuinder gestuurd. En daar heeft hij dus in een grafiekvorm. Wat hij maar wil, kan hij dus bepalen van de bodem is te droog of het kan nog wel even wachten voordat we gaan beregenen. Hier bovenop zit een regenmeter. Ook die gegevens van millimeters dat er beregend is of dat er dus regen uit de lucht gevallen is, worden via DACOM weer teruggestuurd naar de kweker. En met al die gegevens kan hij dan bepalen of de sproeiers aan moeten. Volgens Jan Brouwer is deze nieuwe vinding erg nuttig. Het wordt steeds belangrijker, ook gezien de klimaatveranderingen, om goed met je beregeningswater om te gaan. Er zijn een aantal waterschappen geweest die hebben natuurlijk al een soort van beregeningsverbod of een beperking opgelegd ge, gedaan. En ja, dan wordt het ook steeds belangrijker om op, op het juiste moment en de juiste hoeveelheid je planten van vocht te voorzien. Het systeem kan niet alleen beoordelen of de grond nog vochtig genoeg is, het houdt ook de weersverwachting bij. De intentie is door goed te beregenen op het juiste moment dat je een besparing van water krijgt. Maar dat hangt ook heel erg af van het, van het jaar. Maar met een droge periode, dan is het, dan is het moment van kiezen is veel optimaler dan dat je het handmatig doet. De proef duurt drie jaar. Daarna moet duidelijk zijn of het systeem rendabel is voor de kwekers. Het is in de stad Groningen binnenkort afgelopen met parkeermeters waar je muntgeld in kunt gooien. De oude meters worden vanaf begin volgend jaar...